de Jong. Joop binnen beheerder van onder oren dit gebied. En dit terrein wordt gebruikt of wordt op de natuurwerkdag onderhand genomen. Ja, ik wil eerst even vertellen dat ik boswachter ben in het Lauwersmarktgebied. Dit is het gebiedje waar al 15 jaar lang meesten actief ben op de Nationale Natuurwerkdag. En die is zaterdag. Waarom nou krijgt dit terrein? Dit is een botanisch en kwetsbaar stukje in het Lauwersmarktgebied. En het betekent dus dat het onderhouden worden moet om het in een bepaalde kwaliteit te houden. Klopt helemaal. Dit is een kwalitatief van hoog niveau op het gebied van planten. Hmm. Want we zien wel wat hier gebeurt. Dit is, het komt steeds meer deze kant uit. Hè? Als we niks doen, dan gaat dit gewoon terug. Dit gaat gewoon terug. Je ziet hier de kroepwulg. Daar begint het vaak mee. Ja. Ik heb het min uitgekregen. De hele bodem, dat zie ik wel wat je meert, zit vol met die kroepwulg. Deze els, als je niks doet, dan groeit het terug tot, weet ik hoe heeg. Wat zal er zaterdag maar gebeuren? Deze meen ik nou even bewust net. Mm-hmm. Maar dan is het voort en dan wordt het helemaal sterker in de bodem. Yeah. En dan valt hier is er nog groter en sterker. Ja, dus ik wil graag dat zaterdag meesten deze eruit graven. Als meesten je een meiwerkje aan die natuurwerkdag, hoe ze net hun eigen scheppen en ark mee te nemen. Nee, dat hebben we al eerder. Dat deed je wel. Ja, de voor gereedschap zwaardje. Ja. Het enige wat ze meenemen moeten is een goed zin en wat droge kleren en pilleers en werkkleren. Mm-hmm. En wie zwaar je voor de mooie dagen, voor de mooie natuur. Ja. Is er echt een maximum aantal mensen dat mij werken kennen? Ja, we gaan nu 50 minuten op de website, 50 mensen aanmelden komen. Mm-hmm. En nou, we zitten 4 hinnen vol. En dat is best wel vol op dit moment, om dat al een beetje rond te zetten. Maar we kennen maximaal 50 mensen hard.